trap mezelf op dat ik thuis nooit zing. En hier wel, het is zo leuk hier. Oh, is het leuk, nachtpraat. Tot 9 uur, het is 9:10 en ja, ik ben altijd fijn om de klok even te melden. Donderdagavond, koopavond, er zou helemaal niemand meer in de stad, valt het me op koopavond. Het is helemaal een afwijking, het sprongetje dit, maar ja, ik kom wel eens een keer in de stad op koopavond en er is gewoon niemand meer. Nee, als ik donderdagavond in de stad ben, dan ga ik, krijg ik naar mijn stamkroeg. Maar... nee, ga je nou nooit niet naar je stamkroeg. Oh ja, gisteren was het gezellig. Morgen wel gewerkt, hè jongen. Ja, oké, prachtig. Iets heel anders, een serieus onderwerp. Kees van Groezen. 83 jaar, een supporter van NAC, een markante man, is helaas niet meer onder ons. Leon, jij weet iets meer daarvan. Ja, het is typisch een man die, die eigenlijk niet zo opviel. En de naam zal ook heel veel mensen niet zeggen, maar als je de foto erbij pakt en je gaat veel naar, ook vooral naar uitwedstrijden. Hij was altijd erbij. Hij was altijd bij, meer dan wie dan ook. Hij sloeg, ik kan me niet herinneren dat hij ooit een wedstrijd heeft overgeslagen. En dat deed hij al de afgelopen ja, ruim 60 jaar, zo lang had hij al een seizoenkaart. 60 jaar een seizoenkaart? Ja, inderdaad. Hij was er gewoon overal uit en thuis 60 jaar lang een seizoenkaart. Dat is dus sinds 1950 of zo? Ja, inderdaad, begin jaren 50. Ik weet nog dat we Red NAC Radio deden in 2011. En daar hadden we ook een supporter uit. Ja, nou, die ging ook al heel erg lang mee. En die mochten wij toen interviewen. Maar iedereen die had het prachtigste verhaal over vroeger, 1945, 40 en ik weet het allemaal niet. Even nog volgens mij hebben jullie toen de oudste supporter die nog levend was ook geïnterviewd. Inderdaad, hè? Zo iemand, hè? En iedereen, ja, heel veel mensen die kwamen naar ons toe van, ja, waarom heb je Kees van Groes eigenlijk niet gevraagd? Want die weet nog meer en die is misschien wel nog langer naar NAC gegaan. En dat is me daarom ook bijgebleven. Daarom ben ik ook extra op me gaan letten. En ik weet ook wel, dat weet ik vanuit de strijden ook van vroeger wel, dat hij was de man die altijd een boekje bij had. Ja. Altijd een soort schriftje, ja, waar hij de opstellingen opschreef en echt werkelijk alle dingen volgens mij van wedstrijdgebeurtenissen als een soort journalist, maar dan in het uitvak. Ja, ja, schrijft hij allemaal mee. Vraag nog steeds af wat hij er nou eigenlijk allemaal mee deed. Ja, verzamelen. Misschien heeft hij stiekem ook nog een evenknie van de rad.nl met allemaal statistieken. Of net zo in zolder als John de Leeuw misschien. Maar. Ja, het zijn markante mensen en helaas hij 83 jaar overleden vorige week met stemmen zelfs. Ja. Ook weer, ja, ook weer bijzonder. Nou ja, we wensen in ieder geval de familie en alle nabestaande sterkte. Kees van Groezen, een markant man. Hij zat ook altijd in de bus volgens mij naar de uitwedstrijden met een vast clubje. Ja. Dus helaas niet meer onder ons. Iets vrolijkers. Nou ja, ook niet helemaal, maar het is eventjes met broeken te maken. Daar kwamen wij vandaag op, met name op social media kwamen we daar achter. Er schijnt dus iemand op vak G te zijn geweest en die heeft zijn broek laten zakken. Nou, dat doen wij iedere dag, maar dat doe ik meestal met de deur op slot, zeg maar. En die heeft dus een sterretje aan, aan het uitvak. Aan een voor het zwakje met sterren, zeg maar. En, ja, dat zijn die drie sterren op de borst, hè, van die drie kampioens. Ja, die werd zo'n keer. Ja, uiteraard. Oké, daar zijn we goed uitgeweten te komen. En daar heeft hij dus een stadionverbod voor gekregen. Want hij heeft een brief gekregen van NAC. En daar staat in van, nou ja, we hebben jou gespot met de broek boven. Met je volle maan richting de NAC. Dat vinden wij niet zo leuk. Dus wij willen jou gewoon een poosje niet meer zien in het stadion. En we hebben je gegevens doorgegeven aan de KNVB. En je kan die bepaalde straf, hè? Ja, dat kan inderdaad. Die kunnen misschien nog een landelijk stadionverbod van maken. Ja. Maar ja, stadionverbod, ze hebben gewoon zijn seizoenkaart geblokkeerd. Daar kwam het op neer. En KNVB handelt. Dat wil zeggen dat hij niet meer binnenkomt. Ja, nou. Dus hij hoeft gewoon een poosje niet meer te komen. De betutteling van de bovenste plank. Ja, wat is dat nou? Ik heb het. Wat vind je ervan, Wilbert? Ik vond het als rasmuggenzifter ook wel een beetje een lullig briefje. Want er stond dus in, bijvoorbeeld na aanleiding van NAC Ajax krijgt hij deze brief. Oei. Dan denk ik bij mezelf, dan hebben jullie 18.000 brieven verstuurd. Oei. Want als dat de aanleiding is, ja. Dan wil ik ook wel een brief. Ja, dat was leuk. Ja. Brief van NAC. Maar Wilbert, heb jij wel eens je broek laten zakken in het stadion? Daar kan ik volmondig ja op antwoorden. Dat was in een uitwedstrijd bij Heerenveen, jaren terug weer. En, maar toen was ik niet de enige, dat was echt heel die rij waar wij toen op stonden. Heel de fuck deed mee. Dus, toen was ik volgens mij niet bij, maar ik kan me niet herinneren. Maar. Nee, ik kan het ook niet zien, want ik stond achterstevoren. Dus. Goed, maar we hebben allemaal nooit een stadionverbod gehad. Nee, dus je gaat je afvragen. Maar wat is er vroeger allemaal mensen die deed iedere week? Ja.
En de, ik ken een hele bekende Sieper ooit, die nou niet meer volgens mij komt, maar die was een oude markante supporter. Die deed het iedere week, thuis, bij NAC. Dus dit is wel een beetje bestutterend, zeg maar. Inderdaad, ja. Ja, dus, ja, het moet toch een beetje kunnen, toch? Maar meestal, ik zit te denken, meestal is er toch iets meer aan de hand, hoor. Want ik geloof niet dat NAC daar echt gewoon... Oh, we zien de blote kont, die gaan we opsporen. Nee, ja, weet je, als je allemaal dingen loopt te gooien of zo. Om te komen wie dat is. Ja. Vaak is het, NAC wil er vaak wel, is wel soepel. Hè. Die wil vaak wat optelsom. Door de vingers zien. Is een optelsom. Maar meestal is het een optelsom. Net als de scheidsrechter, de optelsom van dingen in het veld. Ja, penaltietje. Ja. Dus ik denk, een beetje die nuance eventjes aanbrengen. Ik denk dat die jongen wel wat op zijn kerfstok had. Misschien was wel een meid. Dat zou wel leuk zijn. Dat is ook wel weer leuk. Ja, voor de vriendjes uit Amsterdam destijds. Ja. Het is wel speculeren wat we nou doen. Hè? Ja, dat is heel erg speculeren. Echt voelt die jongen die luistert en die voelt zich misschien wel aangesproken. Maar... Dan kun je reageren trouwens op de Twitter. We hebben voor Twitter een account. Even kijken. Brede nu NAC-praat volgens mij. Dat is goed te vinden als je even in mijn weer twittert. Ja. We hebben ook een Facebookpagina. Wel even kunnen noemen. Ja. Dat is NAC-praat Facebook. Dat doen we ook aan. Dat doen we ook. Ik heb hem niet aanstaan. Ik zal hem zo even opzetten. Best actief. En de Brede Nieuws site uiteraard. En morgen is het programma hopelijk, Leon, ook wel weer na te luisteren. Ja, ik ga mijn best doen. Als je het nu mist, dan kan niet, want je luistert nu. Maar stel je hebt toch iets gemist, je even weg moet naar de wc of zo. Dan, waar je broek moet laten zakken, dan kun je even morgen de rest even aan luisteren. Zometeen, wat hebben we allemaal meer op programma staan? Oh ja, de poll doen we ook nog. Ja, de voorbeschouwing en doen we allemaal zometeen in het restant laatste half uur ruim nog van NAC-praat. Dit is Dinant Woesthoff.